Yes, dank je wel. We zijn inderdaad weer terug met de quiz. Ik heb ook even de voetjes van de vloer gegooid. En ik ben nou ook weer helemaal klaar voor het tweede deel van de quiz. Mocht je nou tijdens de muziek hebben ingeschakeld of nu inschakelen, ga even naar quizx/buzzer. En dan kan je nog meedoen. Dus ik vraag heel even aan de regie de code. De code staat inderdaad onderin. Dus vul de code in en je naam en dan kan je lekker meedoen. Want dames en heren, er is elke dag €50 shoptegoed te verdienen. En doe je nou heel de week mee en doe je het hartstikke goed, dan kan je ook nog aan het einde €200 shoptegoed winnen. Als je dus de beste bent van deze week. Deze quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Beleving aan Zee. En aan het eind van de dag, als je dus van de quiz, als je je score ziet, moet je dus ook even een screenshot maken. En die sturen naar het mailadres wat je ziet staan. info@belevingaanzee.nl. En dan weten zij ook wie er heeft gewonnen. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. We gaan straks door naar ronde 3. En dit is een welbekende challenge voor de kijkers van vorige week. Dus misschien zie je straks een persoon staan die je heel bekend voorkomt. En dan gaan we dus inzetten op welke teams er gaat winnen. Dus zo in beeld zien we de challenge bij ronde 3. Dus mevrouw, je ziet een kort filmpje. En aan jullie dan de keuze welk team er straks gaat winnen. Daar gaan we. Dit wordt een spannende, want zoals jullie thuis ook kunnen zien, heb ik hier twee mannen die pijl en boog vasthouden. En achter mij twee met een bal op hun hoofd. Het doel van deze challenge is kijken wie als eerste bal van het hoofd af kan schieten. En als je goed kijkt, zie je dat team geel op iemand van team blauw schiet en team blauw op iemand van team geel. Dus of er elke keer op de bal wordt gemikt, dat kan je jezelf afvragen. Maar de bedoeling is de bal van het hoofd af. Wie denk jij wie deze gaat winnen? Team blauw of team geel? Ja, inderdaad, aan jullie nu de vraag. Welk team denk jij wat gaat winnen? Is het het ene of het andere team? Is het A of B? Dus zet je keuze vast en dan gaan we straks kijken naar het volgende deel van het filmpje en dan zien we wie de challenge gaat winnen. Dus wie gaat de challenge winnen? Is het team blauw of is het team geel? Dan wachten we nog even op de laatste stemmen die binnenkomen en dan gaan we daarna terug naar het filmpje. Ik denk dat we er klaar voor zijn, dus we gaan door naar de film en daarmee zien we welk team gaat winnen. Ik ben er helemaal klaar voor, ik heb echt heel veel zin in deze challenge. Team geel, ben je er klaar voor? Ja, team blauw, ben je er klaar voor? Dan mogen jullie omdraaien en dan gaan we van start. In 3, 2, 1 en schieten maar. Oeh, die is mis, dat lijkt helemaal nergens op. En nog een bel. Goed mikken, man. Oh! Gaat team geel maken. En. Oh! Oh, 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 oh. Die bal moet geraakt worden op de persoon zelf. Oh! Goed mikken, strak. Oh! Niemand is nog geraakt, maar de ballen zijn ook nog niet van de hoofd af. Team geel, goed mikken, serieus kijken, aanspannen mikken en... Oh! Team geel, wat een voltreffer. Team geel wint deze challenge. Gefeliciteerd. Nice, Kiffy. Hey. Ja, en had je het goed, team geel wint inderdaad deze challenge. Dat was ook ronde 3, dus we gaan nu weer even naar de tussenstand. En dat is van deze ronde was Willy het allersnelste. Dus hij staat nu bovenaan met 80 punten, heeft hij deze ronde verdiend. Daarna Jaap op plek 2 met 79. En daarna Charleston op plek 3 met 77 punten. Dan gaan we door naar de laatste ronde en dat is de muziekronde. De uit je plaat ronde komt eraan.
Kijk, daar is hij, de uitje plaatronde. Je krijgt straks muziek te horen en aan jullie natuurlijk de vraag om het juiste antwoord te kiezen. Dus als jullie er klaar voor zijn, gaan we door naar de eerste. Welke van deze nummers is niet van deze artiest? Dus let op, welke is niet van deze artiest? Is dat A, Smoor Verliefd, B, De Overkant, C, Plank Gas of D, Zij Maakt Het Verschil? Dus welk nummer is niet, ik herhaal, niet van deze artiest? Ik vind net als jij waarschijnlijk mezelf nooit goed genoeg en dan mijn moeder. En je mag nu ook thuis lekker je muziek wat harder zetten. Want zij houdt iedereen tevreden. Dan wachten we nog even op de laatste stemmen die binnenkomen. Kon bij ons ook nooit eens normaal gaan. Maar ach, wat is normaal? Want doe ouder. Het blijft toch wel een lekker nummertje van. Beter ik begrijp. Dan mijn ouders geen helden zijn, maar lijken. Het juiste antwoord was antwoord D. Zij Maakt Het Verschil, was niet van Snelle. Dan gaan we gelijk door. Wat is de titel van dit nummer? Is dat A, Dopamine, B, Heatwaves, C, Wide Awake of D, Heartbeat? Je mag thuis ook een beetje meedansen hoor, dames en heren. Wat is de titel van dit nummer? De stemmen zijn binnen en het goede antwoord was inderdaad Dopamine, antwoord A. Dus had je het goed en snel gedrukt, dan heb jij de meeste punten bij deze vraag. Dan gaan we gelijk door naar de volgende. In welke film wordt dit lied gebruikt? Is dat A, Bombidi Holland? Is dat B, Bros Before Hoes? Is dat C, New Kids Turbo? Of is dat D, Vissa? Welke film wordt dit lied gebruikt? In welke film wordt dit lied gebruikt? A, B, C of D? De tijd is voorbij en het juiste antwoord was natuurlijk antwoord C, New Kids Turbo. Heel goed. Gaan we gelijk door naar de volgende. Wat is het eerste nummer van deze groep van De Kraaien? Wat was het eerste lied? Is dat A, Pechvogel, B, Ik Vind Je Lekker, C, Rollen of D, Dat Gepap Zijn? Dit is een wat lastigere vraag als je ze niet heel goed kent. Ja, overigens wel hier in Den Haag natuurlijk bekend. Wat was het eerste lied? En het juiste antwoord was Ik Vind Je Lekker. Gaan we gelijk door. Hoe heet dit nummer? Is het A, links, rechts? B, Beuk de Ballen Uit de Boom? C, Non-Stop Vol Erop? Of D, De Vloer Is Lava? Hoe heet dit nummer? Dus het juiste antwoord was inderdaad antwoord C. Ja, de muziek draait nog even lekker door. Maar dames en heren, dat was de laatste ronde wat betreft de muziek. En dan hebben we nu nog wat speciaal voor jullie, namelijk ook weer een kleine minigame. Het welbekende balletje.
Het werkt natuurlijk als volgt. Er gaat een balletje in een beker. En dan moet jij kiezen welke beker het balletje onder ligt. Dus dat krijgen jullie nu in beeld te zien. Onder welke beker ligt het balletje? En hier zijn natuurlijk punten mee te verdienen. Komt ie in 3, 2, 1 en start maar. En hij gaat snel, dus concentreer je goed. Dus dames en heren, is het beker A, beker B, beker C of beker D? Onder welke beker ligt het balletje? En het zijn er nu 4, dus hij is nog wat aan de makkelijke kant. Want we hebben ook bij deze 3 onderdelen. Hij lag onder het balletje of onder het bekertje B. Dan gaan we door naar de volgende ronde. En kijk goed, want nu zijn er niet 4 bekers, maar 5 bekers. Dus onder welke ligt hij? Zijn jullie klaar? We gaan in 3, 2, 1 en starten maar. Waar ligt die onder? A, B, C, D of E? Welk bekertje is het? Spannend, spannend, spannend. Denk eraan mensen, ook dit kost weer, of tenminste, krijg je weer punten voor als je hem goed hebt. Dus onder welke ligt die? En je zag, het zijn er nu 5 en we gaan zien... Als iedereen gestemd heeft onder welk bekertje die ligt. En het was beker E, dames en heren. Beker E lag het balletje. Nou, jullie merken dat die al steeds wat moeilijker wordt. Maar we hebben deze nog 1 keer. En dan niet met 5, maar zelfs met 6 bekers. Dus ga er even goed voor zitten. Want nou moet je echt goed kijken. Er zijn ook dus weer punten mee te verdienen. Waardoor je misschien wel vandaag die 50 euro shoptegoed wint. Dus de laatste... Daar komt hij. Even kijken. 3, 2, 1. Even wachten. Ja, daar staan ze. Alle 6. Goed kijken. Deze gaat echt heel snel. Maar ligt hij onder A, onder B, onder C, onder D, onder E of onder F? Het is nu ook wat meer gokken dan echt goed over kijken. Tenzij het kan zien, maar hij ging echt rete snel. Dit is ook wat meer gokken, dames en heren. Maar wie weet, gok je goed. Yes, daar komt hij. Het was antwoord A. Onder het eerste bekertje lag hij onder bekertje A. Nou, dan zijn nu de punten voor deze quiz van vandaag verdiend. En gaan we kijken wie vandaag die 50 euro shoptegoed heeft gewonnen. En let erop, als je straks in beeld je naam bovenaan ziet staan, maak een screenshot en stuur die naar Beleving aan Zee, of info@belevingaanzee.nl. Maar dan gaan we kijken wie is de winnaar van vandaag. Tromgeroffel. En inderdaad, je ziet er nu onderin staan, info@belevingaanzee. We kijken eerst op plek nummer 3 van vandaag is geëindigd. Sengi, yes, yes, op plek 3 met 651 punten. Dan gaan we door naar plek 2. Daarop is geëindigd Willy met 674 punten. En de winnaar van vandaag en daar ook mee de winnaar van de 50 euro shoptegoed gaat naar... Naomi Den Hoorn met 781 punten. Naomi, hartstikke gefeliciteerd. Maak even een screenshot van dit beeld en stuur dat naar info@belevingaanzee.nl. Voor de mensen die vandaag helaas of tweede of derde of wat verder onderin zijn geëindigd. Wees niet getreurd, want we zijn er natuurlijk morgen en overmorgen en de rest van de week zijn we er gewoon weer. En elke dag heb je weer de kans om die 50 euro te winnen. En ook nog ben je de beste over heel de week, dan win je 200 euro. Dus ik wil zeggen hartstikke bedankt voor het meespelen vandaag. En ik zie jullie morgen weer.